kijken naar een gloednieuwe video op mijn kanaal Games Forever. En zoals je aan de titel kan zien, hebben wij weer een gloednieuwe Supply Drop opening voor jullie. En het is niet zomaar een Supply Drop opening. Wolf aka Mauro heeft mij zijn accountgegevens gegund om deze video voor jullie op te kunnen nemen. Dus dikke shout-out naar Wolf. Zijn link van zijn channel staat natuurlijk even in de beschrijving. Check zeker even uit. Super awesome kanaal. En hij heeft gewoon gezegd van, weet je, ik heb gold points, jij mag ze openen voor een video. Dus super awesome Mauro dat ik er mocht. Ik heb even mijn controller gepakt. En zoals je ook kan zien, als we naar Supply Drops gaan, zie je bij Rare Supply Drops, tering, mijn geluid staat tering hard. Zie je dat de Rare Supply Drops 100 gold points kost in plaats van 200. En je ziet dus ook recht bovenin dat wij 2400 gold points hebben. En dan kunnen we gewoon 24 Supply Drops, Rare Supply Drops openen. En dat is super awesome. Want ja, dat is toch fucking meer. Dubbele gewoon wat je normaal kan krijgen. Dus we gaan gewoon lekker goede wapentjes eruit krijgen. En Mauro had dat ook tegen mij gezegd. Als je één dik wapen krijgt die je nog niet hebt op mijn account, mag je daar natuurlijk ook een video mee opnemen. Dus hey, dat is super tof. Dus we gaan gewoon de eerste openen. Rappapa, ik ben benieuwd. Kom maar op. Wat? Kom niet terug. De eerste die ik opende, gelijk al een epic. Hé, hey, wat Murkhead. Die heb ik zelf ook nog niet. Holy shit. Hé, hey, lekker ouwe. En natuurlijk dubbel XP tokens. Dat is wel nice. Dat is natuurlijk ook nieuw, die dubbel XP tokens. En Mauro is nog niet zo heel hoog level. Dus Mauro, je kan zeker daar wat van gebruik maken. Maar super awesome. Gelijk een epic alweer. Very nice. Trouwens, ik heb één kakje hier nog. Dus ja, ik kom net van de douche vandaan. Hier nog één. Oh, dat is nice. Nice. Ik weet niet of Mauro nog veel spul heeft. Oké, hij heeft één duplicate. Dus ja, dat is altijd mooi meegenomen. Zeker die dubbel XP tokens, jongens. Als je bijvoorbeeld een nieuw gehaald in Infected of in een normaal potje, zeker dat ding erop gooien, want je krijgt zoveel XP daardoor. Dat is echt insane. Hoppa, we gaan gewoon lekker door, jongens. We hebben er gewoon nog 21 staan. Oké, kom op, iets goed. Skulls voor handgun camouflage. Een volk, oké, maar dat is een common, dus ja, dat is niet zo mooi. En ja, die camo voor de sniper is niet zo mooi. Wel 12 salvage though. We gaan gelijk verder, jongens. Oké, kom op, iets goeds. Nog een epic wapen. Kom op, daar moeten we voor gaan. Oi, oh, die is wel hard, tune, die calling card. Legendary. Wat is een Monsful Truters? Ik weet niet. Lijkt op een ruimteschip, ouwe. Volgens mij is dat de nuke, zeg maar. Die atomizer schip die boven ligt. En een guy met rood spul en een leuke shotgun camo. Oh, en 100 salvage. Die had ik niet gezien. Dat is wel gek. Dat is wel nice. Kom op, iets goeds. En beam. Wel alleen maar rares. Dat heb ik nog nooit gezien eigenlijk. Maar ja, weet je, salvage is leuk om te hebben. Maar wij willen een epic wapen. Kom op. Kom op, kom op. Oké, dit gaat goed worden. Oké, ik moet dat... Holy shit, die salvage gast. 200. Waarom krijgen we zoveel? What the fuck? Dit was echt een supply drop om van te gaan huilen. Want ja, dit was ja, niet echt heel mooi. We gaan gewoon gelijk door. Nog 18 te gaan. Kom op, iets goed. Een epic wapen. Ik zie wel allemaal stuff voorbij komen die ik zelf nog niet eens had. Trouwens, die Titan. Fuck die OP wapen. Super als, dat, ja, als je die hebt. Zeker met 15 extra XP. Want je krijgt echt fucking veel XP met het wapen. Oké, kom op. Een epic. Kom op. Kijk. Holy shit. Ja, hij zei dat hij er ook nooit van deze heeft gezien. Ik heb deze nog nooit gezien. Oh, deze is fucking vet. Dit is natuurlijk een specialist hoofdje. En die ziet er echt, echt dik uit, jongen. Holy shit. Dat is natuurlijk de sniper. Ik gebruik hem persoonlijk niet veel. En dan natuurlijk weer 5 XP tokens. Dus je hebt er al 15. Lekker. Okay, kom op. Deze was al hard, deze supply drop. Oké, een wapen, kom op. Op zich, die camo is best wel hard. Ook voor de light machine guns. Ja, oké, dat is beter dan launches. Want ik krijg altijd launcher camo's. We gaan gewoon gelijk door nog 15 te gaan. Let's fucking go. KBM. Oh, nice. Oh, ik weet niet of je die nog had, Mauro. Maar die is wel hard, die VPR. VPR is fucking overpowered, jongens. Geen recoil. Fucking veel ammo capaciteit. Is echt insane wapen. En de Irritor Reconing. Dat is super awesome. M24 salvage. Natuurlijk weer 15% extra XP per kill. Dus dat is altijd wel nice. Dat soort wapens is echt vet. Oh my god. Oh my god. Dude. Ha, waarom krijg ik nooit zo'n geluk, jongen? Oh, de RV en de blowout.
Natuurlijk, dat is ja, een redelijk nieuwe wapen in de game. Hij is al een paar maanden oud, denk ik. Maar de epic variant, gast, dat is wel echt hard, jongen. Kijk aan, jongen. Dat is wel echt een gek wapen. Hij kan de overchase en stability. Ik weet niet echt precies wat het doet. We kunnen straks bij de beschrijving van het wapen wel zien. Maar holy shit, ouwe. Echt, we hebben een paar goede supply drops al tussen zit, man. Nice, XP tokens. En nog een keer, hoeveel heb je er al? 25. Dat is wel echt nice. We gaan gelijk door, jongens. Nog 12 te gaan. Let's go. Nog een epic wapen. Dat zou super tof zijn. Hey, die heb ik ook. Ja, oké. Okay. Die laatste twee, dat is een beetje meer. Maar die Merc, ouwe, dat gele pakje is wel nice. Gewoon gelijk door, jongens. Nog 10 te gaan. Kom op. Een epic wapen. Of iets vets. Een epic iets. Die hadden we net al. Oei. Kijk, kijk, kijk. De Earth Destiny Submachine Gun. Dat is wel nice. Legendary. Dus, en Salvage en een duplicate die we daarvoor ook hadden. Die VPR. Ga gewoon gelijk verder, jongens. Nog 9. Kom op. Oh, die ken ik nog niet. Oeh, FTL. Huckleberry. Oké, dat is wel nice. Huckleberry, sorry. En 90 Salvage. Die Salvage schijnt ook wel lekker. We zitten bijna op 1000. Oké, we hebben nu nog 9. Ik zei net ook 9, maar we hebben nu pas nog 9 Supply Drops. Dat is echt insane veel hoeveel we kunnen openen gewoon. Dat is 20 euro, dat wel, maar... Oei, oké. Oei! Die is fucking hard. Met een mondje zo op de helm. Die is wel echt ziek. Een Legendary Throne Town Murkhead natuurlijk. De Eagle Eye Shotgun Camouflage. Shotguns gebruik ik niet echt al te veel. In de K-Bar Hestel natuurlijk. De Mark II variant. Super awesome. Dat was wel een gekke supply drop weer. We hebben er echt een paar goede tussen gezien. Oh, de petje, die heb ik ook trouwens. En 100 salvage. Die salvage is echt gek, ouwe. Oei, Mauro, laat hem al. We gaan gewoon gelijk verder. Dit was niet echt een hele bijzondere supply drop. Oh, we krijgen een fight. Oh, dat is een writing. Hey, ja, de Netherlands camouflage voor natuurlijk de assault rifle. Dat is wel echt nice, ouwe. De camouflage. We hebben een Nederlands vlag. Ons mooie landje. Super tof, jongen. Die heb ik ook trouwens op de assault rifles. Dat is wel echt een leuke camo. Gewoon je eigen land. Dat is fucking mooi. Kijk, mooi. Epic wapen meteen. Please. Oh my god. Oh my god. Waarom krijg ik nooit dit geluk op mijn account als ik dit open, gast? Holy shit. Mauro heeft echt geluk. Hij heeft gewoon... Hoeveel epic wapens hebben we al? We hebben die VPN van net. De Rack 9 nu. En we hadden er volgens mij nog ergens één. Of was het een... Nou, we hebben fucking veel epic shit al, hoor. Holy fuck. En we hebben gewoon nog 5 fucking supply drops te gaan. Dus we kunnen nog iets fucking zieks eruit krijgen. En holy shit, ouwe. Dit is wel echt... Die smoothbore, ik zei het ook. Als er een speciaal wapen of zoiets uitkomt die ik zelf nog niet heb of kan gebruiken. En ik mag van Mauro gewoon dat wapen uittesten voor een video. We hebben er één. En deze heb ik nog nooit gebruikt. Dus dit wapentje gaan we zeker uittesten in de video. We gaan gewoon nog lekker 5 openen. Dus let's fucking go. Pursing supply drop. Waarom duurt dit zo lang? Dat is soms raar houden. Oké, hij doet het. Bots. Selfish. Right angle epic. Wat we krijgen wel echt geluk, jongen, met die epic shit, ouwe. Als je het niet goed kan zien. Je ziet zeg maar een skelet hand met zijn middenvinger. Echt mooi, jongen. En ik weet niet of het echt fijn is op een scope, maar hij ziet er wel echt dik uit, jongen. Als het echt zo'n... Stel, het was echt een fucking emblem geweest. Met zo'n skelet dude, met zo'n gekke hoed op of zo. Met zo'n middelvinger. Dat was echt de emblem dan gewoon. Holy shit. We gaan echt lekker met die epic shit, ouwe. We hebben echt 2 keer achter elkaar epic gehad. Wordt dit nog een keer een epic? Wel dubbel XP ook dus. Je hebt 30 nu al. En dat helmpje hadden we natuurlijk al. En deze multi-tool striker body. Heb je ook nog nooit gezien. Dat is ook wel volgens mij een hard. En 200 salvage, ouwe. Dat is echt insane veel. De salvage is ook echt insane. Oké, jongens, nog 3 te gaan. Let's go. Kom op, een epic nog iets. Nee. Ah. Een paddenstoel. Fission guide. Type 2 dubbel fist assault rifle met natuurlijk 15% extra XP per kill. En de DMC 8. Ja. Die is niet zo chill. Dus we gaan gewoon nog 2 jongens. De laatste 2. Kom op, iets goeds. Oh my god. Ik ben echt jaloers, ouwe. Holy shit, ouwe. Dit is sick, gast. Die camo. We gaan zo meteen natuurlijk alles uitchecken wat we nieuw hebben. Maar die camo is 100%. Die is fucking ziek, ouwe. Weer een...
Gast, hoeveel epics wij in deze fucking opening hebben gehad is echt insane veel, grip. Holy shit. Oké, de laatste jongens. Misschien nog een epic. Ik denk het niet, maar we gaan er gewoon voor. Kom op. Vingers gekruist. Ja, ik moest daar eigenlijk niet zeggen van, ik denk het niet, maar holy shit. Oké, we gaan natuurlijk alles even kijken van wat wij allemaal hebben gekregen. Zo, eerst gaan we naar de pakjes en hebben we voor deze iets nieuws gekregen. Ja, deze is red. Hij ziet op zich wel geinig uit. Even kijken, heeft Mauro ook bij passen? Nee, die heeft nog niet de red dinges. Heb je die hier wel? Nee, die heb je niet eens. Je hebt wel maar... Oké, het zal wel. We hebben ook gestures natuurlijk gekregen. Hier hadden we een epic van, als het goed is. Of een legendary bedoel ik. Een paarse. Kimpy Paarnse. Zie ik ergens een Paarnse? Oh nee, dat was voor de FTL, toch? Oké, dan gaan we even naar de FTL toe. Oh, die heb je nog wel. Oké, nice. Hots. Ik zweer dat wij... We hadden daar een legendary van, toch? Ja, kijk hier. Oké, what the fuck? Dus je kan alleen bij de dinges. Oké, wat is dit voor ding? Die is fucking hard. Ik denk al, waarom kun je hem alleen bij de FTL? Maar die heeft als enige zo'n handgun. Die is fucking dik, ouwe. Nog één keer. Die is echt, holy shit. Dit is natuurlijk het eindpose als je met z'n drie naast elkaar staat. Dan doe jij zo met de fucking wapen. Die is echt hard, ouwe. En de forward salute, dat is volgens mij gewoon dat hij zo hey, zeg, even kijken. Ja, hier, dat dacht ik al. Maar deze is echt dik, ouwe. Die Hunkel Berry, die heb ik ook echt. Oké, die is echt wel hard. Zeker nice. We hebben nog een pakje voor een helpie. Die had hij al volgens mij. Oh, dit is wel een geinig pakje hier hoor. Oh, die had niet eens door. Ik dacht dat het gewoon de standaard was. Oké, maar deze kunnen we helaas niet kijken, de Phantom. Dat vind ik wel jammer. Want we hadden daar natuurlijk een epic helpie voor. En dat was echt een gek pakje. Die was echt hard. Helaas kunnen we die niet kijken. Laten we gewoon even naar de wapens en de camo's gaan kijken. Want ik weet dat we een gekke camouflage hebben voor de assault rifles. Dus we gaan even op de MV4 kijken. Even zien waar dat ding staat. Oké, de Nederlandse camo natuurlijk. Ziet er best wel vet uit op zich, vind ik. Ik vind wit altijd eigenlijk wel vet op camo's, op wapens. Ziet er fucking ziek uit. En ja, zeker gewoon nice camo. Oh, dit is ook een camo. Ik dacht dat het een emblem was. Oké. Ja, ik vind die wat minder. Maar, oh ja, ik zie hem helemaal onderaan. De Lightwave. Oké, ik ben best benieuwd hoe die eruit ziet, ouwe. Holy shit. Oh, wat is dat vet, ouwe. Dat is ziek, gast. Oh, Mauro, wat heb je toch een geluk, jongen. Die camel beweegt gewoon, gast. Dat is fucking ziek, jongen. Holy shit. Cowboy boot. We hebben natuurlijk ook van die mooie hangertjes. En even zien waar die ding staat. We hadden zo'n... wel een paar gekken. Waarom zie ik die niet staan? Wat is toch van die hangertjes? Of ben ik nou gek? Hebben wij... Huh? What the fuck? Wat is er toch meer hangertjes? Of kan dat maar voor bepaalde wapens? Nee, toch? We hadden toch zo'n gekke... Huh? I don't know, man. We gaan gewoon even verder die camo's kijken. Volgens mij hadden we ook wel wat voor de submachine guns. Ja, deze camo's. Ja, deze zijn niet heel speciaal. Zien er wel geinig uit. Niet te lelijk. Deze hadden we ook, ja... Het zijn zeg maar niet de echte... Oké, maar die van die AR's... Deze was echt holy shit, ouwe. Die is dik, gast. Die is echt sick. Oh ja, ik weet al wat voor wapens we hadden. We hadden voor de type 2 natuurlijk de Mark II variant. Oké, dat is niet zo speciaal. Maar de fucking RVN Epic variant. Holy shit, hij ziet er niet heel anders uit. Een paar... Ja, je ziet het zeg maar dat blauwe gebeuren tussen een beetje doorzichtig. Wat nou als we hier die gekke camo erop zetten? Dan ben ik echt benieuwd hoe dat eruit ziet. Holy shit, hoor. Dat is fucking dik, gast. Damn, echt raar dat we geen... hangertjes hebben wel. Ja, maar. Oh ja, we hadden ook nog een reflex ding. Quartermaster. Hier hadden we zo'n. Ja, deze. Die middelvinger. Alleen dat kan je nu helaas niet zien. Maar holy shit. Ik ben echt jaloers op deze camera, gast. Holy fuck. Hij beweegt gewoon. We hadden ook nog een gekke shotgun. Ik verneuk nu allemaal Rose Classes. Sorry daarvoor. De Rack 9. Fucking smooth, boy. Damn. Dat ding is natuurlijk zeg maar een soort KSG van Black Ops 2. Dat rijmt. Het is natuurlijk echt een dikke shotgun gewoon die fucking ver afstand kan schieten. Dus Mauro moet nog even leveltjes up gaan. Of ja, en dan kunnen we hier zeker een video mee opnemen. Want dit is gewoon, hij heeft echt dikke shit. We hebben echt gewoon goede shit eruit gekregen, ouwe. Ik kan helaas niet alles laten zien, dat vind ik wel jammer. Want ja, het level is nog niet hoog genoeg.
Maar we hebben wel echt gekke shit. Hier nog een gek helmpje voor. Deze is zo dik, hè. Heb je ook zo'n groen pakje er nog bij? Oh, wel gele. Ja, die gele heb ik ook. En dan heb ik nog zo'n geel helmpje. Oh ja, deze. Oh, ik dacht dat het een hangertje was. Maar dat is een fucking gouden helm. Die is nieuw. Holy fuck. Dat wist ik niet, ouwe. Holy shit. Hebben we dan meer helmpjes? Hebben we nog voor de Warfight iets of zo? Oh, die hadden we, die blauwe. Hebben we nog een... Nee, geen pakje. Oh, dat waren dus helpjes. Oké. Okay. Maar jongens, dit was natuurlijk alles wat we konden laten zien. Voor de rest hebben we nog gewoon common variants en shit. Wat we niet echt veel aan hebben. Rares. Maar we hebben echt een paar gekke shit uitgekregen. Zoals deze fucking vette camo. Hopelijk vonden jullie deze video leuk. Vergeet niet zeker te abonneren op mijn kanaal. En op Mauro's kanaal. Want zonder Mauro konden we deze video natuurlijk niet maken. En de support jongens, insane. Het blijft gewoon groeien in mijn kanaal. We zitten zo close bij de 6000. Dus dat is super awesome jongens. Thanks allemaal voor de support. Geen duim omhoog. Abonneer. En dan zeg ik tot bij de volgende video. Daag.